gaan weer, dames en heren. Match day 5 nog altijd van de Proximus E-Pro League. En vandaag dalen we neer in Staijen, oftewel de thuishaven van Rafael Hakim voor Sint-Truiden. En zij gaan het opnemen tegen de kerels van KV Kortrijk. De club van Vincent Tan. Nou ja, dat is de eigenaar van de voetbalclub. Hè? Ook eigenaar van Cardiff City trouwens. De speler daarvoor, Manse Bogaert. U ziet hem nu in beeld. 22-jarige inwoner van Bissegem. Die een degelijk seizoen kent. Je zou zeggen, hij heeft pas 5 punten uit 4 wedstrijden. Maar hij heeft al hele zware tegenstanders gehad. Wat te denken van Miran Salim, Anthony Rocchetti, Wesley Campane en Kevin Lenglet. Hij heeft echt hele grote namen al voor zijn kiezen gekregen. En toch pakt hij met regelmaat zijn puntjes mee. 1 keer de volle buit ook. Rafael Hakim aan de andere zijde. Meer punten gepakt. Maar met alle respect, ja, toch nog niet de absolute toppers tegengekomen. Hij speelde, nou ja, qua clubnaam wel Anderlecht. Maar die ging dan ook verloren met 1-3 tegen Robin Zeeuws. Daarna pakte hij punten. Een gelijkspel tegen Antwerpen. En 2 overwinningen. Allebei met 2-1 tegen Standard Luik en Sporting Lokeren. Ik ben benieuwd wat er vandaag gaat gebeuren. Mijn naam is René Teur. Naast mij zit Brian Mouillard. Brian, wat te denken van deze wedstrijd? Deze wedstrijd, ik denk Rafael Hakim, die toch wel zich eens moet de 3 puntjes terug aanschaffen tegenover KV Kortrijk, omdat een trein toch thuis speelt. Maar daarnaast hebben we dan Manse Bogaert daar tegenover zitten, spelen voor KV Kortrijk. Voor mij de verrassing van dit seizoen momenteel. Ik vind hem nogmaals, dit is ja, mijn mening, ik vind hem echt een hele goede speler. Vooral, hij speelt het spel graag dat ik graag zie, dat ik zelf ook eigenlijk speel. Ja. En ja, voor mij is dit, ja, mag ik het uitspreken, toch wel een top 3 kandidaat, deze Manse Bogaert. Ja. Omdat hij misschien nog maar 5 of 12 heeft, wil dat niet zeggen dat hij nog niet meer kan. Waarom niet? Nee. Hij kan top 3 eindigen. En ik ben benieuwd naar deze wedstrijd en ik ga voor Manse Bogaert. Met alle respect voor Rafael Hakim. Ja, het is natuurlijk een heel lang seizoen, dus ik kan nog van alles. Alle spelers spelen ook 2 keer tegen elkaar, uit en thuis. En Manse Bogaert, ja, een goede speler. Tot nog toe alleen maar verloren van Wesley Campana van Racing Genk. Een club trouwens met veel Nederlandse invloeden in het verleden. Maar deze 2 clubs nu aan de bal. KV Kortrijk. En ik ben benieuwd of de kerels een resultaat gaan halen in deze uitwedstrijd bij de Canaries, bij Sint-Truiden. En Rafael Hakim, die toch wel goed in vorm is hoor. 2 wedstrijden op rij gewonnen. Daarvoor ook al het gelijkspel tegen Alexander Zimet van Antwerpen. Die ook voor een jonge, relatief onbekende speler erg hoge ogen gooit in de eerste 4 speeldagen. Nou, zeker niet. Maar ja, Hakim, kan hij een derde 3-punter op rij toevoegen aan zijn palmares? Dat zou betekenen dat onze verwachtingen over hem ineens misschien heel veel hoger worden. Want het is niet zo... Oeh, wauw, daar had hij bijna de 1-0. Het is prachtig gedaan. Ik wil wel zeggen, want het is niet zo dat wij niets van hem verwachten. Maar een top 6 is misschien toch iets te veel gevraagd voor iemand met zijn ervaring. Ja, ik denk het wel. Heeft wel natuurlijk het plaatselijke toernooi bij Sint-Truiden gewonnen. Dus wat dat betreft, het winnen van een toernooi heeft hij al eens gesmaakt. Dat geeft hem zelfvertrouwen, dat geeft hem vleugels. En dat betekent ook dat hij de punten aan 1 reikt, zoals gezegd 7 punten uit 4 duels. Prima voor een club als Sint-Truiden. Die 6e standen in de winterstop in de reguliere competitie, de Jupiler Pro League. En dan gaan we hier de inswingende corner zien bij de eerste paal. Vrije kopkans, maar niet zuiver genoeg om de keeper te verontrusten. Nee, klopt inderdaad. Dan Obbo van Sint-Truiden. Sint-Truiden inderdaad probeert op te bouwen, laten we dat zeggen. Sorry? Ze proberen op te bouwen, maar ze komen er niet helemaal uit. Ik heb liever dat ze proberen op te bouwen dat ze die lange bal trappen persoonlijk. Ja, dat is zijn mening. Dat zeker, ja. Bogaert die toch goed ertussen zit weer. Die probeert hier de ruimte te vinden voor het schot. Oh, had dat er moeten zijn? Moeten. Goh, laat ons zeggen dat het heel goed gedaan was. En heel goed keeperswerk van Rafael Hakim. Ja, beide spelers hebben nu een grote kans gehad. Een degelijke kans. In ieder geval. En doet hij altijd wel goed, hoor. Ja. Ja, Hakim net al op de paal, hè. Dit zijn onmogelijke passes erin. Dit zijn passes dat je in principe nooit mag versturen, wordt altijd onderschept door de verdedigers. Nu komt de ruimte daar, maar ik speel er niet mee, ik speel wel mee naar Ouali. Dit bedoel ik jongens, die gaat bijna nooit voorzetten, deze man, Manse Bogaert, die gaat voor 100% kansen. Ja, rustig rondspelen. Ja, prima jongens. Dat vind ik echt super om te zien, ik kan er niks aan doen. Genieten. Ah, prachtig! Oeh, fake shot.
Doet hij goed hoor. Ja, 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 daar komt uiteindelijk het echte schot. Maar de hoek is moeilijk en de keeper staat heel goed gepositioneerd. De eerste 20 minuten zijn al voorbij. De score nog altijd 0-0. Tot nu toe zijn we op matchday 5 getrakteerd op waanzinnig veel doelpunten. We zijn echt verwend vandaag. Nou, voor mij is dit momenteel de beste speeldag van het seizoen. Ja, en ik denk dat we het doelpuntenrecord gaan slechten vandaag. Maar het ligt ook een beetje aan wat er hier gaat gebeuren natuurlijk. Want het eerste half uur is zonder doelpunten. Het is zeker niet bloedeloos, maar nog altijd zonder een speler die een voorsprong heeft. Hakim dan aan de zijde van het strafschopgebied van Kortrijk. Oh, draait zich goed vrij, maar de paas is te optimistisch. Heeft wel al snel weer de bal. Heeft veel gele hemden rond het strafschopgebied van Kortrijk. Maar dit kan ook niet natuurlijk. Vol in de dekking van een verdediger. En dan is het Bogaert die mag gaan uitverdedigen. Nou, de omschakeling van het dit wat niet verwacht van Mansen. Ik denk ook wat hij zegt in zichzelf van goed, dit had ik beter moeten doen. Goed, ik over daarnaast in te rijden. Soms bleef ik haperen aan mijn woorden. Oei. Kan gebeuren. Ja, we hebben een lange matchday gehad met veel opnames. Dus ik begrijp het helemaal. Rafael Hakim die het overigens hier wel zichzelf heel goed vrij speelt. Ja, goed sleepbeweging moet. Lekkere sleepbewegingen over de bal heen, maar dan net niet zuiver genoeg. De verdediger zat er weer tussen. Hakim. Kaats hier. Ja, is goed hoor. Even kijken. Ah, goed gedaan dit. Goeie blok. Daarna omschakeling. KV Kortrijk met Mansen. Die houdt even het balbezit. Probeert op te bouwen vanuit het middenveld. Heeft via de flanken nu. Dan gaat terug naar het middenveld. Want ja, dit is de makkelijkste manier van boven in FIFA 19. Nog de logische. Dat doet hij super goed hier met het middenveld. Hop, tikataka. De spits die wordt aangespeeld. Bom van de spits zie ik. Ja, dan komt die goede sleepbeweging. Ja, dit was misschien iets te moeilijk voor Mansen. Maar goed, recuperatie voor Sint-Truiden. Daar komt de ruimte voor Akalatse. Hij wordt teruggerecupereerd. Ja, momenteel een stortend momentje hoor, in deze wedstrijd. Ja, 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 maar wel iets meer druk vanuit de zijde van Bogaert. Oh, verliest bijna de bal daar ter hoogte van de middenlijn. Ja, het is een heel andere speelstijl inderdaad dan we eerder zagen vandaag van onder andere Bobo en Aurelinho. Die stormen non-stop naar voren. 90 minuten lang heel snel het veld oversteken met snelle passes. Ja, ja dat ik, het is misschien niet de manier om toernooien en seizoenen lang te winnen. Om aan het eind van het seizoen bovenaan te staan. Maar het is zo vermakelijk en ik geniet daar zo van. Het is lekker opportunistisch, het creëert veel kansen en ook veel doelpunten. Ondertussen geniet ik net als jij ook wel van dit kalme spel van Bogaert, die nu even onder druk stond trouwens vanuit Hakim, maar toch de bal veroverd. En Hakim die ook al leuke, mooie dingen heeft laten zien vandaag trouwens. Zeker het schot op de paal, niet te vergeten. Had zomaar 1-0 kunnen zijn. Gaat hij het dan toch nog doen voor rust? Hij heeft niet veel tijd meer. Probeert hem door de verdediger zijn poortje te steken. Dat gaat niet gebeuren. Daar is Bogaerts iets te oplettend voor. 2 minuten blessuretijd. En we zitten al in de 2e minuut. Dus we gaan nog hoogstens 1 kans zien voor de kerels van Kortrijk. Oh, aardig schot. Weggeslagen door de keeper. Rebound is er nog altijd goed doorgespeeld. Afvallende bal. Oh, wordt er afgefloten? Nee, wordt niet afgefloten. Was een overtreding. Ja, overtreding. Spel. We hebben een 0-0 aan de rust hoor. Het is klaar voor de eerste helft. Ja, het is een zeker nu. Redelijk vermakelijke eerste helft. Niet zo waanzinnig als de meeste wedstrijden die we vandaag hebben gezien. Wat te denken van die opening van de dag. Het was 6-0. Robin Sleewagen van AA Gent. Tegen de koploper notabene, Cercle Brugge. Jason Logge. Ongelofelijke uitslag. De eerste keer dat Logge geen punten pakte in deze competitie. Hebben we nog iemand die ongeslagen is? Volgens mij Club Brugge, hè? Miran Salim. Ja, klopt. Miran Salim. Ja. Die is ook wel heel sterk, hoor. Ja, die is waanzinnig goed bezig. Heeft wel al een paar keer punten laten liggen via een gelijkspel. Dat gebeurt altijd. Ik bedoel, je kan niet alles winnen. Nee, trouwens, dat is pas 1 keer gebeurd als het er goed bij staat. Sorry? Het is pas 1 keer gebeurd. Ik zeg een paar keer, maar 1 keer pas. Volgens mij heeft hij de rest allemaal gewonnen. Maar goed, dat pakken we er zo nog even bij, die statistieken. Ja. Laten we focussen op Kortrijk, die alweer vol in de aanval zijn. Mansen Bogaerts. Iets meer urgentie, iets meer snelheid. Oh. En meteen levert dat een grote kans op de kruising. Spat die bal uit elkaar. Maar daar is hij weer in het veld. En weer voor Kortrijk. En daar komt het schot. Oeh, ik dacht even dat dit hem ging zijn. Ja, ik dacht het ook. Wauw. Dat is goed getrapt, hoor. Zeker. Goed, volgende opbouw. Sint-Truiden. Je ziet als Rafael Hakim voor een gevaarlijke kans kan komen creëren. Zoekt
De middenveld op doet hij goed. Ja, dit, ja. Dit is wat ik bedoel met Rafael Hakimi. Ja. Hij is een goede speler, vriendelijke gast. Maar, ja. Te gehaast? Nou, gehaast zou ik niet zeggen, maar onlogische passen. Dat je ziet van als je daar paast, dan komt de pas er toch niet uit. De hoge risico passen. Ja, ja. Ja. Ik snap het helemaal. Hier zien we dan weer iets kortere passing. Steeds de vrije man die dichtbij staat proberen te vinden. Lukt niet altijd natuurlijk. Dat heeft ook te maken met de verdedigers. En dan is het de Canaries die eruit zijn. Sint-Truiden op de helft van de tegenstander. Rafael Hakim, de 24-jarige inwoner van Blangy. Vlakbij Liège. Hij komt uit Antwerpen trouwens. Hij speelt ook nog Fortnite veel. Ja? Je hebt het ook wel eens geprobeerd. En je zegt, het gaat me niet zo goed aan. Nee. Fortnite, amai. Dan hoor ik die mannetjes links of rechts aankomen. Dan raak ik helemaal in paniek. Als ik die voetjes hoor, tok, 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 tok. Ja, dan dat springen en dat jumpen en dat schieten. Je meen maar gewoon FIFA. Maar goed, ik speel het wel graag, Fortnite. Ja. Oh, kijk eens even. Hier komt een kansje voor Kortrijk, denk ik. Als dit goed uitgespeeld wordt. Goed hoor. En het ziet er veelbelovend uit. Oeh, naast geslagen. Het blijft nog altijd 0-0 met een uur op het scorebord. Op de klok. Daar komt de indraaiende corner, maar te veel verdedigers. Bogaerts heeft nog wel een kansje. De bal is nog niet weg. Oeh, daar zit er dan toch een Truiden verdediger tussen. Sint-Truiden in de aanval. Laten we eens kijken of zij in eigen huis de verwachtingen waar kunnen maken. Rafael Hakim op de linkerflank doet dit goed. Afleggen dan, doorlopen. Oh, heerlijk. Achter het steunbeen langs, maar er zit toch uiteindelijk een verdediger tussen. Alsnog, schot gekraakt. Is dat een corner? Ja, is corner. Zeker. Eerste zone. Nou, wordt nog gekopt. Een sterke speler door elkaar. Kortrijk. Gewoon groot. Sint-Truiden wordt niet. Klopt, Sint-Truiden heeft niet echt super goed gespeeld. Niet vlekkeloos, dat zeker. Beide teams overigens niet vlekkeloos. En dan zat er inmiddels wel een goaltje gevallen. We hebben nog 25 minuten te gaan. Gaan we nog iemand de band zien breken? Of gaan we de tweede 0-0 zien van deze competitie? Nou, het zou maar raar zijn. Hè? Ja. Eerder zagen we Nicolas Persoons 0-0 spelen tegen Aurelio Coster. Een wedstrijd waar je meer dan ooit doelpunten zou verwachten trouwens, was dat. Oh, daar komt hij. Nee! Oh. Uitstekend keeperswerk hier. Goeie redding. Ja. Ja. En wat moet er nou gebeuren in die laatste 20 minuten? Als jij Rafael Hakim zou zijn, je speelt een thuiswedstrijd, je wilt punten pakken. Dat zou de derde drie punten op rij worden. Hoe moet hij nu zijn manschappen neer gaan zetten? Ja, ik zou gewoon met 4-2-3 verder spelen en misschien hoge druk plaatsen ten opzichte van Mons Bogaerts. Natuurlijk, we zitten nu in de fase van de competitie waar het niet echt moet om drie punten te pakken. Het gaat nu eigenlijk erom om punten te verzamelen. Ja. En als je het gevoel hebt dat je momenteel iets minder speelt dan Mons Bogaerts, dan zou ik tevreden zijn met een punt. Ja. Ja, en als Bogaerts zijnde zou je nu drie punten willen, hè? Moest ik Mons Bogaerts zijn, dan ben ik zo nu voor drie punten gaan. Ja, ja absoluut. Ja, want hij heeft zoals gezegd 4 wedstrijden gespeeld, 5 punten verzameld. Dat is eigenlijk voor een speler van zijn kaliber net niet genoeg. Hier het schot hoog over. Het mist weer de precisie, de accuratesse die er nodig is om de band te breken. Gaan we een winnaar zien? Het laatste kwartier is bijna aangebroken. Terwijl de Canaries volle bak de aanval zoeken. Rafael Hakim wint er geen doekjes om. Hij wil deze wedstrijd winnen. Hij gaat er vol voor. Maar verliest dan de bal. En heeft veel mensen op de helft van de tegenstander. Hij moet zijn organisatie terugvinden. Want Mons Bogaerts is op weg. Een man met een missie. Een man op zoek naar broodnodige punten. Ja, Kortrijk. 9e in de competitie. Dus wat dat betreft gewoon een goede middenmotor. Maar Mons Bogaerts die verwacht van zichzelf gewoon een top 6 klassering aan het eind van de security. Het ziet er goed uit. Het ziet er heel veelbelovend uit. Oh, daar komt hij. Weer niet, weer sterk verdedigd van Hakim. Hakim laat heel weinig doelpunten toe. Tot nu toe, tot 3 maal toe, maar 1 goal tegengekregen op rij. De eerste speeldag kreeg hij er 3 om de oren van Anderlecht. Maar daarna heeft hij defensief echt heel goed zijn zaakjes op orde. Ja, ik denk wel dat Mons Bogaerts zegt van goed, deze wedstrijd moet ik winnen. Omdat hij al heel wat aardig wat kansen kreeg. Maar Hakim doet zeer goed keeperswerk en verdedigt ook wel toch op een bepaalde manier goed. Dus ja, Mons Bogaerts zou wel zich niet echt super vullen. Als hij geen wedstrijd kan winnen, deze wedstrijd kan winnen, dan zou je niet super goed voelen, denk ik. Nee, dat zeker. Hij voelt de druk op. 10 minuten. Ja, het is niet veel.
Het moet gebeuren in die laatste 10 minuten. En dan rekenen we blessuretijd zelfs mee. Mansa Bogaerts, die heeft veel balbezit. Ook veel balbezit op de helft van zijn tegenstander. Ja. Af en toe een counter, pijlsnelle counter van Hakim. Het kan beide kanten opvallen. Maar op dit moment zou je denken dat als er een doelpunt gaat vallen, dat het Mansa Bogaerts van KV Kortrijk is, die brutaal de leiding neemt in een uitwedstrijd. Goeie popo hier. Speelt echt goed balbezit momenteel. Wauw, heel langdurig. Prima hoor. Het trapt geen voorzet, maar je weet dat dit... Oh! Wow. Twee man onder de bal door. Toch een voorzet. Wauw. Dan had hij alle kans, want de verdedigers zagen dat niet op tijd aankomen. Gingen niet snel de lucht in. Aanvallers kwamen net een haartje tekort om erin te knikken. Kijk eens even, Mansa Bogaerts laat nu echt... Ja. Zijn klasse zien. Ja, zeker. Hij laat niet los. Hij zit in de nek van zijn tegenstander als een pitbull. De kaken stevig op elkaar geklemd. Maar heeft hij nog genoeg tijd? We gaan de blessuretijd in. Hij laat het op die blessuretijd aankomen. Hij wacht rustig, geduldig. Hij weet dan zeker dat het de laatste kans is dat hij minimaal een punt heeft als hij de bal verliest. Heel slim gespeeld. Alhoewel, Hakim steekt wel veel snel het veld over. Dus dan zou het nog mis kunnen gaan. En nu inmiddels in de tweede helft blessuretijd kan je beste trekker overhalen. En oh, ja, daar is hij! Toch een winnaar! 1-0-1, KV Kortrijk. Oververdiend naar mijn gevoel. Dit is prima gedaan van Mansa Bogaerts. Wow. Korte hoek. Boom. 0-1. KV Kortrijk. Prima gedaan. Avenatti scoort in de 9e minuut. Pakt 3 punten voor KV Kortrijk. Super gedaan. Ongelooflijk. Verdiend. Sorry voor Raffi Hakim, maar dit is verdiend. Ja, ik had het niet meer verwacht. En hoe mentaal sterk moet je dan zijn om zo kalm te blijven als Bogaerts zijnde? De bal rustig te circuleren moet tot je het gaatje ziet. Ja. Dit is meer dan duidelijk. Verdedigend was het erg sterk wat Hakim liet zien. Maar hij maakte geen moment aanspraak op de overwinning. Had toch dat schot op de paal, laten we niet vergeten, in de eerste helft. Dus het had zomaar andersom kunnen zijn. Maar Bogaerts heeft echt zijn kalmte bewaard, zijn rust bewaard. En uiteindelijk, hoe prachtig deed hij dat met de dragback. Verdediger compleet uitgespeeld, korte hoek gevonden. Ja, ik denk ook, net als jij, dik verdiend. Laten we kijken of de spelers het met ons eens zijn. Ja, inderdaad. Courte défaite en fin de match, un peu de frustration. Un petit peu, oui, surtout que je fais à poteau dans, au début du match, mais je pense que mon adversaire verrait de la victoire. J'ai essayé de tenir, mais j'ai lâché à la fin. Bravo à lui. Tu as été dominé pendant cette rencontre, et pourtant, vers la 70e, tu es passé à l'offensive, tu as changé de formation, deux attaquants, et mode offensif, tu voulais vraiment repartir avec les 3 points. Oui, avec l'autre compo, son bloc me bloquait bien, il avait un pressing assez haut qui m'empêchait de construire mon jeu, donc j'ai essayé de tenter le tout pour le tout, jouer un peu plus offensif, et ça n'a pas marché, mais j'ai réessayé. Si tu réussissais à prendre les 3 points, tu passais dans le top 3 provisoire de cette compétition. C'était un peu l'objectif de ce match? Oui, c'était un objectif. J'avais regardé le classement avant. Maintenant, je pense qu'il y aura encore d'autres opportunités pour remonter. Rien n'est fini. Est-ce que tu ne te dis pas que tu aurais peut-être dû jouer le match nul? Peut-être, mais bon, j'ai joué à mon premier Insta et voilà, on ne peut pas rechanger. Toi, ton objectif, c'était de gagner le match nul. C'est la victoire ou rien? Voilà, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mansa, proficiat. Je springt in de rangschikking over Sint-Truiden zo. Een verdiende overwinning? Ja, ik denk het wel. Ik denk als je statistieken achter de wedstrijd bekeek, ik had 15 schoten en hij maar 6 of zoiets. Ja, kon 4-5-0 zijn. Ik heb wel geluk dat hij nog valt in de laatste seconde. Maar het was wel echt een verdiende overwinning. Ja, je hebt het wel spannend gehouden, hè? Ja, het zou maar niet lukken om te scoren. Ik dacht, ja, het zal niet meer voor... Die bij deze wedstrijd zijn, ik dacht, de laatste aanval moet voor mij zijn, dan is het maar 0-0. Maar ik moest de laatste aanval hebben en dan scoorde ik eruit. En op een erg mooie manier nog. Ja, ik bleef rusten, legde hem nog naar de juiste voet van de speler en kon hem mooi in de bovenhoek werken. Oké, wat zijn je verwachtingen nog voor de rest van het seizoen? Ik denk dat ik al tegen heel wat goede spelers gespeeld heb en uiteindelijk 8 op 15. Het kon nog meer zijn als het wat mee zat, dus ik ben echt wel tevreden over het spel. Dat ik nu behaal. Dus ik denk dat ik wel kan meedoen voor die top 6.